Ik ben op bezoek bij Annemarie. Annemarie, we zitten hier in jouw caravan. Ja. Superleuk, heel kleurrijk. Ja. Maar voordat we daarover ingaan, wie ben jij? Nou, ik ben Annemarie. Ik ben getrouwd. Ik heb 2 hele leuke kinderen. Ik ben 37 jaar. En ik woon in een heerlijk hoekhuisje. Je woont niet in deze caravan? Nee, ik zou wel willen hoor. Nou, moet hij wel iets groter zijn met een jacuzzi of zo. Dat lijkt me wel wat. Heerlijk kleurrijk. Maar ja, hier gaan we echt wel... Nou, zeker 10 weken per jaar ben ik hier wel in te vinden hoor. Leuk. Ja. En ik ben natuurlijk bij jou, ja. Omdat je haakt. Ja, ja, dat klopt. Haak je al lang? Ja, voor mijn idee haak ik heel mijn leven al, maar dat is helemaal niet waar. Ik haak nog, nog niet eens 3 jaar. Oh, oké. Dus ja. Valt mee? Ja, 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 ja. Maar je hebt wel, want ik ken jou van Studio Hip en Stip. Ja. Heel groot op Instagram. Ja. Dus je hebt best wel veel volgers en zo. Ja, dat klopt. Ja, ik ben... Toen ik een paar maandjes haakte, toen was een vriendin van mij met Instagram begonnen en ik dacht, oh nou, leuk. Ik heb geen Facebook, dus dan mag ik dat wel doen van mezelf. Ja. En dus dacht ik, nou, dan moet ik even een naampje verzinnen hè? En dan ga ik er ook al op. Dus voor Lieverlee post ik een fotootje van mijn haakwerk. Ik dacht, ik moet dan wel echt heel specifiek dingen delen en het is ook zichtbaar voor iedereen. Dus ik ga niet de huistuin- en keukendingen met mijn kinderen plaatsen. Maar ja. Mijn hobby. Ja. Ja, ja. Want hoe is dat ontstaan? Hoe kwam je bij de naam? Nou, die naam, ja. Ik snap misschien wel een beetje met die stickers, ja. Maar... Ja, daar is eigenlijk niet heel goed over nagedacht. Dat is eigenlijk zo... ik weet nog, in 2010 was ik met een vriendin aan het nadenken en gaf ik af en toe workshops op allerlei creatieve dingen. Niet haken, maar andere dingetjes. En toen dacht ik, nou, dan moet ik even een makkelijk rollende naam hebben. En, dus die had ik... Studio Hip en Stip verzonnen. Dus ik denk, nou, dan gebruik ik die wel voor mijn Insta-feed. En dan zien we wel. Maar ja, nou, dat is zo gebleven. Ja. Ja. En uitgegroeid tot een begrip. Ja, ja. Een beetje, toch? Ja, dat klopt, ja. 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 En er ligt hier van alles. Ja. Je hebt dingetjes meegenomen. Ja, nou, het is dit is mijn eerste project. Het is heel grappig, want ik ben dus begonnen met haken toen ik... Ik stopte met een baan als evenementencoördinator en ik was thuis en natuurlijk lekker bij de kinderen. Daar geniet ik heel erg van. Ja. Maar ik wilde nou, wat om handen in die zin. En ik was in de Biep en dan zag ik een tof boek. Ik denk, oh, dat ziet er leuk uit. Nou, dat moet ik ook wel kunnen. Dus ik ben vanuit dat boek steken gaan oefenen. En ik heb hier een leuk lapje. Echt oldschool. Dit is mijn eerste rokje. Maar dit zijn vaste stokjes, dubbele stokjes en in achterste lus ingestoken. Ja, hoe je het recht moest houden, dat wist ik nog niet. Ik wist wel een randje, dat vond ik dan weer wel grappig. En meteen al die kleurtjes. Ja, ja, ja. Ik ben altijd van de kleur geweest. Ik denk dat dat mijn ding is. Kleuren combineren, of dat nou in huis is of met kleding. Ja. Ja. Dat ben echt ik, kleur. Dat is mijn DNA. Ja. Dit was je eerste lapje en dit is je eerste project? Dit is mijn eerste project en dacht ik, nou, granny's, hartstikke leuk. Kan ik heerlijk kleuren combineren. En ja, elke granny is dan een projectje op zich, hè. Dat vond ik zo leuk. Dat is leuk. Dat ik dacht van, oh, dan heb ik weer een leuk lapje en welke kleuren zal ik gaan combineren. En je bent aan het haken en van het een komt het ander. Ja. Want je gaat een boek maken. Ja, tof hè? Heel tof. Ja, ja. Ja, echt ontzettend leuk. Ja. Ja. En hoe gaat de komende periode daaruit zien? Daarvoor? Nou ja, we gaan kijken van hoeveel projecten ga ik erin zetten, wat ga ik erin doen. Ik ben erg van de schriftjes, dus ik hou altijd van alles bij, leuke dingetjes. Dit is ook over je boek? Ja, dit is mijn garenboekje. Hier doe ik al mijn garen in. En je pint altijd even alles zelf? Ja, ik pimp altijd alles. Ja, 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 met tapejes en een haakwerkje. Ja. En welk projectje het is, welke haaknaald, welke garens ik gebruik, wat ik leuk vind. Ja, ik ben denk ik ook wel van de eenvoudige patronen, maar juist door het kleurgebruik, dat het toch speciaal wordt. Ja. En ook eigen. Het is een eigen stijl van mij, daar moet je van houden. Maar ik zeg altijd, pak je eigen kleurtjes en het wordt jouw stijl. Ja. Dus ja. Want je gaat een boek maken, maar hoe is dat ontstaan? Want je gaat niet ineens zomaar nee, dat klopt. Een boek maken, toch? Nee, nee, ik heb er wel lang over nagedacht. Ja. En ik kreeg geregeld wel de vraag van dames via Insta. Joh, heb je een patroontje voor me? Of hoe maak ik dit? Waar koop je je garens? Dat vooral heel veel. Vooral, die kleurtjes, waar haal je die vandaan? Oh ja. En Dus ik heb daar echt lang over nagedacht. En ik ben zelf gelovig, dus ik heb daar ook echt voor gebeden. En gezegd van, nou, moet ik dat echt doen? En ja. Als ik het dan moet doen, dan moeten die deuren maar open gaan. En ik ga mijn best doen. En, ik had na vakantie had ik gezegd, nou, ik ga 2 dagen reserveren daarvoor. En dan ga ik eventjes research doen van, wat is leuk? En een uitgever, wie is leuk? En wat zal ik gaan doen? Ja. En ja, heel bizar, maar ik denk dat binnen 2 uur alles geregeld was. 2 uur? Ja, nou, het is heel gek, want ik heb niet door dat mensen mij kennen. Ja, mij niet persoonlijk. Nee, maar jouw account. Mijn account. Stijl is heel, het leeft wel. Ja, dus hallo met Annemarie van Studio Hip en Stip. Oh, hallo, wat leuk! Studio Hip en Stip. Ja, en ik denk dan, oh, oké. Maar dat vind ik wel heel tof. Ja, dus... en toen dacht ik, we gaan ervoor. Ja. We gaan het doen en ik heb er heel veel zin in. Ja. Tof, want het gaat dus fotoshoots. Fotoshoots, leuke stijlen, uitgever. Ja. Bollen uitzoeken. Ja, en leuke, ik wil een pakkende cover hebben. Oh, ja. Dat, ook helemaal in mijn eigen stijl, dat het lekker herkenbaar is. Ja. En het leuke is dat wij je natuurlijk helemaal gaan volgen. Ja, dat vind ik wel echt heel gaaf hoor. Wij vinden het ook heel tof. Ja. Want helemaal in dat boekproces, hoe dat dan gaat. Ja, en, dat is heel interessant. Dat vind ik zelf ook. Ik bedoel, dit is mijn eerste keer. En ik vind het zelf ook interessant om van anderen te horen. Hoe heb jij dat nou gedaan? En ik heb echt wel gespart met dat dames. Ja. Van, nou, hoe deed jij dat nou? En heb je nog tips? Nou, vooral heel veel plezier erin hebben, maar dat heb ik hoor. Ja. Volgens mij zit het op de snor. Ja. Ja. Nou, tof. Ja, we gaan je volgen en we gaan het zien. Ja, leuk. Erg leuk. Ja. Ja, ontwerpen, dat komt er ook bij, hè? Bij een boek. Ontzettend leuk. En moet je nou zien wat een feest hier op tafel ligt. Ik word hier zo blij van. Ik heb een ontzettende lieve en creatieve... buurtgenootje, Matanja. Die heeft mijn logo ontworpen. Onwijs gaaf. En ik heb gevraagd of ze alle titelaanduidingen voor mijn boek ook wil handletten. Dit is allemaal met de hand gemaakt. Ik ben er heel blij mee. Dus dit gaan jullie allemaal terugzien. Te gek. Nou, ik ben onderweg. Ik ga de bollen uitkiezen. De zon schijnt, ik heb er helemaal zin in. Lekker veel leuke kleuren uitzoeken, dus we gaan ervoor. Hoi! Hallo! Goedemorgen! Hoi! Zo, yes, ik ga mee! Wat ben je nu aan het doen, Annemarie? Nou, ik ben nu kleuren aan het kijken en bollen voor de projecten in mijn boeken. Ik ga maken. Leuk, en waar let je dan op? Nou, ik let erop of het, als het een sjaal is, pak ik weer ander materiaal als bijvoorbeeld een babydekentje. Dat vind ik wel belangrijk. En ja, op zich is het voor mij in die zin heel makkelijk. Ik weet heel goed wat ik wel leuk vind en niet leuk vind. Dus dat kleur is makkelijk. Ook. Ja, veel kleur. Dus... dat maakt het ook wel weer makkelijk zoeken, maar wat hier allemaal ligt, echt, je kan me hier een week neerzetten. En dan nog denk ik, oh heerlijk. En heerlijk om combinaties te maken, dat is echt, denk ik, oh leuk. Hoeveel projecten verwacht je te gaan maken voor je boek? Nou, zo tussen de 15 en 20 projecten, toch zeker wel, ja. Goed gevuld. Goed gevuld boek. Leuk hoor. En dan denk ik, ik heb zoveel ideeën. Gaat dat allemaal in één boek passen? Je moet toch een beetje keuzes maken. Dus, hier word ik wel heel gelukkig van, hè, van dit wandje. Het zijn wel mijn lievelingsbollen. Heb je dan hier al een idee mee? Hier heb ik 100 ideeën mee. Echt. Heerlijk combineren, alles door elkaar. Leuke combinaties maken, dat vind ik eigenlijk nog het leukst hoor. En ga je ook garens met elkaar combineren? Ja. Dat doe ik eigenlijk bij alles. Deze vind ik ook zo mooi. Het is weer mooi met het neon. Dus die gaan in de mand. Nou, ik ben geslaagd hoor. Ik heb alles binnen in de basket. Zo, even een kopje thee zetten. En soms maak ik iets en dan denk ik achteraf, nee, dit gaat hem niet worden. Nou, dat vroeg me inderdaad af. Lukt alles in één keer? Nee, sommige dingen die gaan echt in één keer goed. Dan denk ik, nou, hoe kan dat zo snel? Kijk, het wordt natuurlijk ook in de markt gezet als een feel-good boek. Het is een kijk- en doe-boek. Ja. Ja. Dus het moet vooral ook voor het oog. Ja, moet het gewoon zo. Ja. Wat jij net zegt, dat hoor ik heel veel. Oh, ik heb gelijk zin om te haken. Ja. En dat moet het boek echt worden.